Breda Nu. Je weet het meteen. Sabine, kun jij even uitleggen waar wij staan? We staan tussen mooie doeken hier, maar wat is het? Nou, wij staan in mijn expositie, De Reis naar Batik, Dag en Nacht, in de Nieuwe Veste in Breda. En is onderdeel van de Indische Winter. De Indische Winter loopt nu. Tot wanneer loopt die nog? De Indische Winter, nou, deze expositie loopt nog tot 20 januari. Er zijn eigenlijk gedurende de winter allerlei activiteiten rondom Indische cultuur in Breda. Dus ook in de Mes en in Chassé en in het Stedelijk. Ja, de hele stad dus. Jij zei dag en nacht. Waarom dag en nacht? Ik zie alleen maar mooie doeken hangen. Dag en nacht. Nou, we staan er middenin. De doeken die je hier eigenlijk om ons heen ziet hangen zijn dus zogenaamde dag- en nacht-batiks. En dat verwijst eigenlijk naar het ontwerp. Dus de ene helft is de dag, de andere helft is de nacht. En je kunt hem ook gedurende de dag de ene kant voordragen en de andere kant wisselen. Dus gebeurt dat ook in werkelijkheid? Ja, want het is eigenlijk een heel voordelig doek, zeg maar. Je kunt namelijk voor de prijs van één heb je twee sarongs om te dragen. Dus het is ook een ontwerp wat eigenlijk ontstaan is uit als er te weinig katoen was. Dan maakte je dus twee doeken in één. In feite een economisch iets. Ja, klopt. Ja. Dus het had ook zijn hoogtijddagen juist in de oorlogstijden. Omdat er dan schaarste was. En dan kon je op die manier op een avond even snel omkleden. En dan was je weer klaar voor het galadiner of wat dan ook. Ja. Maar er zit niet iets nog geheimzinnigs achter. Want natuurlijk wil ik iets geheimzinnigs hebben. Dat is niet zo. Nou, het is zo dat in batik is het heel gewoon om dualiteit aan te geven. Dus licht, donker, dood, leven. En dat is in een dag-nacht batik ook. Dus het is niet alleen daadwerkelijk de dracht, maar het is ook in het motief. Dus er wordt ook gekozen voor zogezegd donkere of duisterere motieven voor de nachtkant en meer het leven en het licht aan de dagkant. Ben jij een dag- of een nachtkantmens? Ik vind dat allebei die helften vertegenwoordigd mogen worden. En dat vind ik er juist ook zo mooi aan. Dat een mens is nooit alleen maar goed of slecht of vrolijk of ongelukkig. En daarom is het zo mooi dat een dag-nachtbatik eigenlijk het leven in zijn geheel toont. Heeft het jou ook iets geleerd over het leven? Ja, dit is natuurlijk een heel diepzinnige vraag. Maar ik meen het wel, heeft het jou ook iets gebracht? Meer dan wat wij in de westerse wereld hebben? Ik denk het wel. Ik was op zoek altijd naar patronen die betekenis hadden of stoffen waar verhalen achter zaten. En ik merkte dat wij gebruiken wel patronen en dat soort dingen om ons leven op te vrolijken, maar eigenlijk weinig om ermee te communiceren. En dat vond ik echt terug in batik. En sindsdien gebruik ik het ook zelf als een handvat om het leven beter te begrijpen, maar ook om ermee te communiceren. Wat begrijp jij nu beter van het leven? Geduld. Batik is echt een geduldsport. Dus het duurt heel lang om een doek te maken. En het is ook, gaat heel erg over kunde. Dus de mogelijkheden die je hebt om iets te maken. En als kunstenaar vind ik dat natuurlijk enorm interessant. Maar dan heb je het over de techniek, hè? Ja, de techniek, maar ook het feit dat die mensen... De batiks worden vaak uit hun hoofd gemaakt. Dus je gaat niet beginnen met een tekening erop zetten. Je begint gewoon met tekenen. En eigenlijk die database van ontwerpen die hun in hun hoofd hebben, die zowel doorgegeven zijn van generatie op generatie. En daarnaast zijn het ontwerpen waar ze hun eigen twist aan geven, waar ze hun eigen ik in kwijt kunnen. En dat vind ik enorm interessant. Dat blijft gewoon inspireren. Dat eigen ik, wat wij dan kunstenaarschap meestal noemen. Hè? Beschouwen zij dat ook als kunst? Of beschouwen zij het toch meer als een soort werkzaamheid die ze dan doen met een eigen idee? Het is nog steeds voornamelijk bedoeld als dracht. Dus het is, zoals ze hier getoond worden, vrij ongebruikelijk. Echt als expositiestuk, als kunstwerk. Dus het wordt nog steeds gewoon gekocht om te dragen. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat ze eigenlijk in mijn ogen een kunstwerk maken, maar dat het voor hun een kledingstuk is. Begrijpen zij die twist, dat jij het als kunstwerk beschouwt en dat zij het zelf als dracht gebruiken? Het is wel zo dat als je meer met batikmakers praat van als je het zou maken als een expositiestuk, zou je er dan anders naar kijken. Want hoe het opgezet wordt, is het ook in de
lengte. En dus hun werk ook niet in de manier dat je het zou kunnen ophangen of op die manier tonen. Maar er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel verzamelaars ook die ja, heel graag batik verzamelen. Maar dan zijn het vooral oude stukken. Dit zijn allemaal nieuwe doeken. Heb jij die zelf uitgekozen? Waarschijnlijk wel. Ja, een deel heb ik zelf verzameld toen ik in Indonesië was, in 2016. En een ander deel, eigenlijk de drie doeken die hier achter mij hangen, heb ik speciaal laten komen nog voor deze tentoonstelling. Ja. Dan zie je er zelf ook een beetje batikachtig uit. Ja, klopt. Zowel mijn jasje als mijn oorbellen. Ja, dan wilde ik een vraag. Die oorbellen, die zijn wel bijzonder. Hè? Ik dacht eerst dat het hashpijpen waren of zo. Nou, dit zijn dus zogenoemde chantings. Het koperen waspennetje waarmee dus de batik getekend wordt. Dit is wel een kleiner formaat. Ze zijn nog maar wat groter. Ik draag ze omdat het altijd... Of ik vind het sowieso mooi. Maar ook omdat je dan eigenlijk kunt uitleggen hoe je ze maakt. Omdat het natuurlijk met dit pennetje gedaan wordt. Ja. Ja, dus het is nog een beetje nuttig ook wat je doet. Ja, dan kan ik op elk moment eigenlijk tonen van... Nou, hier gaat de was in en dan ga je ermee schrijven. Ja. We gaan even naar het begin van de tentoonstelling. Sabine, we staan hier aan het begin van de tentoonstelling. Maar ik zie nu iets wat heel anders is dan waar wij net stonden bij die vier doeken. Ja. Dit is meer een afbeelding en zo. En het bestaat ook uit twee losse delen, zag ik net. Leg er eens iets over uit. Nou, dit is een schilderij wat ik heb gemaakt. En dat is dus gebaseerd op het dag-nacht Pakisori ontwerp. Pakisori? Ja, zo heet het in het Indonesisch. En ik was dus bekend met de historie van die doeken. En die doeken waar we net bij stonden zijn eigenlijk de moderne interpretaties daarvan. En ik wilde eigenlijk onderzoeken hoe zo'n ontwerp gemaakt werd en hoe het uiteindelijk tot een batik uitgevoerd werd. Dus ik heb toen uiteindelijk zelf een schilderij gemaakt. Jij bent een kunstenaar, dus dat kun jij. Ja, ik heb er wel een hele tijd over gedaan. Bijna een jaar. Het is ook inderdaad twee delen, letterlijk twee delen. Omdat ik toen de tijd in mijn atelier het gewoon niet gepast kreeg. Om het in één keer te maken. Maar het hoort dus wel aan elkaar. En dit is dus als ontwerp uiteindelijk naar Indonesië gestuurd. Om ook echt een daadwerkelijk batik ervan te laten maken. Dat is ook gebeurd en die heb je ook gezien. Die hangen hier ook. Oh, die hangen hier ook. Die zien we dus dadelijk. Ja. Maar ik zie wat vogeltjes die uit een bloem komen of in een bloem duiken. Ja. Leg eens uit. Ik was heel veel bezig met de historie van batik. En in de 19e eeuw, toen de Nederlanders er waren... waren er Nederlanders en Indo-Europese die batiks lieten bestellen, lieten maken... op maat van hun smaak en voorkeur. In die tijd werden er dus batiks gemaakt met Nederlandse taferelen erop. Dus dat konden bloemen zijn, maar dat konden ook letterlijk sprookjes zijn... zoals Roodkapje. Maar op het moment dat een batikmaker daarmee aan de slag ging... die zelf Javaan was, wist hij eigenlijk niet... naar gerefereerd werd. Dus werd er maar ja, iets van gemaakt wat dicht in de buurt kwam van wat ze kenden. En dat wilde ik eigenlijk met dit doek onderzoeken. Dus ik heb zelf gekozen voor zonnebloemen, lokale tuinvogels, om gewoon te kijken wat gebeurt er op het moment dat een Javaanse batikmaker hiermee aan de slag gaat. En wat gebeurt er dan? Ja, het is heel leuk. We zien het hopelijk daar nog even. Wat ik er heel spannend aan vond, is dat dat handschrift wat zo typerend is... wat echt een batik maakt, meteen naar voren komt. Maar ook dat wat bij mij dus een spreeuw is... ineens transformeert in een exotische tochtelduif. Dat de zonnebloemen lotussen worden. Dus het wordt echt letterlijk lost in translation eigenlijk. Die zie je heel mooi. En dat gaf voor mij heel veel inzichten over dat stukje geschiedenis ook. En ook hoe het werkt. Dus als je in een andere cultuur met iets exotisch komt. Want dat was voor hun weer exotisch. Inderdaad. En hoe je dat eigenlijk kunt tonen aan mensen. Want ik dacht eigenlijk van hoe laat je dit stukje geschiedenis zien aan de hand van een werk. En om dat duidelijk te maken. Ja. Ja, je kunt het beter laten zien dan dat je het allemaal 20 keer moet vertellen. Precies, ja. Want ik heb genoeg informatie bij de tentoonstelling. Maar voor mij is het meer dat mensen de expositie gewoon moeten ervaren. En aan de hand daarvan eigenlijk zelf op onderzoek kunnen gaan als ze dat willen. En meer kunnen lezen. We liepen net door de gang en we zagen dus de gaten boven in het plafond. En toen zei je in een keer, het lekt hier. Ik kijk hier naar dit doek. En wat zie ik? Dacht ik, lek. Maar dat is niet zo. Nee. Er zitten inderdaad wat vlekjes in dit doek. Het is zo, als je met was een doek maakt, dan knoei je wel eens. Hoe beter je bent, hoe minder je knoeit. Maar het gebeurt nog wel eens dat er dan een vlekje in komt. Dus op het moment dat je het verft
En de was eruit kookt, want het wordt echt in het kokend water uitgehaald, dan kom je erachter dat je witte vlekken hebt. Dat is niet te restaureren. Nou, ze hebben dat hier dus wel geprobeerd inderdaad, maar het is dus heel moeilijk om dan precies die kleur weer na te maken. Dus toen het doek af was, kreeg ik eigenlijk het bericht, het is mislukt. We moeten een nieuwe maken, we sturen hem niet op. En ik was zo, nou, kun je hem toch sturen, want het is voor onderzoek. En volgens mij is hij heel mooi. Dus het was heel grappig dat ze dus dit al zagen als zo'n grote fout, dat hij onbruikbaar was geworden. Maar voor jou juist niet, nee. Want het is een proces. Ja, ik leer hier juist van dat het ook in hun gedachtegoed zo is van, dit is zo'n grove fout. Terwijl mensen vaak bij batik denken aan juist foutjes of breuklijnen of dat soort dingen. Maar op Java is zo, dit moet helemaal strak zijn, mogen geen foutjes in zitten, dan is het pas een goede batik. Ja, dat is toch een kwestie van verschillen in culturen. Ja, en dat wij ook graag het handwerk zien eigenlijk. En dat ze daar eigenlijk zeggen van, je moet eigenlijk niet zien dat het met de hand gemaakt is. Ik vind het heel grappig zoiets. Ja. Dan moet jij toch vaak tegenkomen, dat soort verschillen in denken over zaken? Ja, daarom zeg ik ook van, je leert er zoveel van. Ook over hoe je leven moet leiden. Omdat je gewoon geconfronteerd wordt met zulke andere gedachtegoed. Ook zulke andere beleefdheidvormen, manieren van kleding waarderen. Want wij met onze fast fashion en dat soort dingen. Nou ja, je spaart dus voor zo'n mooie batik die je op speciale gelegenheden draagt. Ja. Dat zijn prachtige dingen. Dat is toch iets anders dan hier, hè? Ja, we hebben natuurlijk wel onze bruidsjurk, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Die geef je ook niet zo echt door op generatie. En dat gebeurt met die doeken wel. Nou, babykleding wilden ze nog wel eens doen, hè? Ja, babykleding wel. Ja, en dan is het weer grappig dat in Indonesië heb je dus een speciaal doek voor baby's, een slendang. Slendang? Ja, dat is eigenlijk een draagdoek waarin de baby gedragen wordt. Die wordt ook speciaal dan besteld op het moment dat iemand zwanger is, wordt dat doek gemaakt. En die gaat ook met je mee in het leven. Die is echt alleen voor jou. Dat is mooi. Ja, dus dat soort dingetjes. Ja, dat blijft. Ja, ik vind dat enorm inspirerend. Ik vroeg nog aan jou, zullen we nog naar iets gaan kijken? En toen zei ik, nou, kies maar wat uit. En toen koos ik deze, omdat dit lijkt op een patroon wat ik van mijn oma ken, wat ze op tafel hadden liggen. Maar dat is niet uit Indonesië, dat weet ik zeker. Ja, ik zei al meteen van het, ja, in Nederland hadden we heel veel stoffen van allerlei landen. In ons klederdrag was het heel gewoon om stoffen te dragen uit voornamelijk India, maar ook wel Indonesië. Dus de invloed van buitenaf is in Nederland wel te vinden, ook wel bij je oma. Ja, waarschijnlijk is dat wel zo gegaan, want dat was helemaal geen exoot of zo. Dus. Nee, maar het is juist heel grappig als je kijkt naar de Nederlandse historie. In eerste instantie dacht ik ook, wat moet ik nou eigenlijk met batik in Nederland? Maar ja, natuurlijk. Onze kolonie voor 350 jaar, nou, dat heeft zijn sporen nagelaten. Mm-hmm. Maar ook dat mensen juist dingen wilden van ver en die interessant waren. Dus er werden al heel snel allerlei textielen geïmporteerd. Vroege integratie eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ja, dus in onze oude klederdracht zie je eigenlijk bijna geen Nederlandse stoffen, maar juist allemaal stoffen van ver weg. Ja. Dus dat klopt toch wel? Ja. En dat is dus ook grappig dat je dus inderdaad mensen dingen herkennen die, waarvan ze denken, komt dit helemaal niet uit Nederland? Of ja. Er zei gisteren iemand tegen wie ik vertelde dat ik met jou een verhaal zou doen. Ja, maar dat is toch gevaarlijk voor de voeten? De inkt, of ik weet niet wat die zei, maar die had iets over dat je voeten aangetast kunnen worden. Nou, het is zo dat helaas is het batikproces niet zo vriendelijk voor je lijf op verschillende manieren. Dat heeft ook vooral te maken met, nou ja, je werkt met hete was. Mm-hmm. Die hete was is dus echt, daar kun je aan verbranden. Dus hoe meer handigheid je hebt, hoe minder ongelukjes gebeuren. Maar daarnaast is het ook dat het dus uitgekookt wordt in kokend water. En daarna wordt het dus, tijdens het verfbad heb je ook nog dat sommige van de synthetische verfstoffen zijn heel schadelijk. Dus ik probeer ook met de makers waar ik contact mee heb, ze eigenlijk te adviseren welke kleurstoffen veiliger zijn. Omdat ze kunnen er echt longontsteking van krijgen. Dus het zijn echt wel, ja. Dus daar kan nog veel in verbeteren. Maar dat is gewoon, helaas is de textielindustrie overal vrij schadelijk. Dat kennen we ondertussen, hè? Ja, dus en daar is batik geen uitzondering in. Want uiteindelijk kiezen we natuurlijk mensen voor goedkoop. Dus ook goedkope verfstoffen in plaats van wat duurdere die veiliger zijn. Ja.
Een laatste vraag aan jou. Wat is jouw toekomstvisie nu? Wat heb je over 3 jaar gedaan? Ben je nog met Batik bezig? Ik denk van wel. Zeker weten. Eigenlijk ging ik in 2016 naar Indonesië om mijn Batik verhaal af te sluiten. Waarna het eigenlijk weer helemaal opnieuw geactiveerd werd. Ik hoop over 3 jaar een project te hebben gedaan waarbij ik meer kan uitleggen over de band tussen Nederland en Indonesië op gebied van Batik. En dat ik dat ook kan uitvoeren zowel hier als daar. Samen met makers en met onderzoekers. Tot dan toe moeten ze jouw blog maar lezen. Inderdaad, ja, mijn blog lezen en deze mooie expo komen bezoeken hopelijk. Breda Nu. Je weet het meteen.